waar je woont. Het is belangrijk dat je buur kent, want als je buur kent, dan kun je ook meer van elkaar hebben. Dat gooit denk ik de leefbaarheid. De WhatsApp is daar, of de WhatsApp groep is daar denk ik een mooi middel voor. Het is mooi dat het niet alleen gaat om veiligheid, waar die app vaak voor wordt gebruikt, maar ook voor een stukje omzien aan elkaar. Ik voel me vereerd dat ik deze mag onthullen. Dus, komt ie. 3, 2, 1, go! Yeah. Marianne, dat is een mooi initiatief. Absoluut, ja. Hoe is dat ontstaan, deze WhatsApp groep? Vorig jaar is hier een windhoos geweest. En eigenlijk bracht dat de hele buurt op straat. En kwam het idee eigenlijk naar voren van joh, we moeten eigenlijk weer een buurtbarbecue gaan organiseren. Want dat hebben we voorgaande jaren wel gedaan. Maar dat is op een gegeven moment is dat een beetje verwaterd. En terwijl we zoiets van nou, we moeten eigenlijk nu dit weer gaan oppakken. En dit is een mooi moment. En vanaf dat moment hebben we de buurtbarbecue weer opgepakt. En zijn we alle telefoonnummers gaan verzamelen van mensen uit de straat. En zijn we een WhatsApp groep begonnen. En op een gegeven moment hebben we contact gezocht met de gemeente via Albert, een medebewoner van de Leijsestraat, Albert Kuik. En die heeft contacten bij de gemeente en die zegt nou je moet eigenlijk eens met hun in gesprek gaan. Misschien kunnen we wel met hun gaan samenwerken. En zo is het idee eigenlijk langzaam ontstaan voor een WhatsApp buurtpreventiebord. En puur ook om de veiligheid in de straat te vergroten. Want er zijn vorig jaar hier wat inbraken geweest. En mensen zijn toch wel wat meer op hun hoede en ja, toch wel ongerust. Ja, dus dit verhoogt een beetje de het verhoogt het saamhorigheidsgevoel. En we hebben een nieuwjaarsborrel gehad, ook in de chill-out bij de baron. En dat was een mooie opkomst. En mede dankzij de stuw kunnen we dit dus allemaal doen. Samen met Linda ben ik buurtvertegenwoordiger van de Leijsestraat. En zorgen we bij lief en leed staan we er, komt er een kaartje, komt er een bloemetje. Maar jullie doen meer dan alleen preventie, hè? Ja, het is wel iets meer dan preventie, dat klopt. Ja. En dit is toch wel een stukje extra voor de buurt. Goed initiatief. En ik zie ook stickers bij de voordeur dat ze eraan meedoen. Ja, klopt. Die stickers zijn eigenlijk een extra benadrukking van joh, dat als men hier langs loopt, dat we weet van oh ja, we worden toch een beetje in de gaten gehouden. Op een goede manier natuurlijk. Ja. En zoals ik het weet, zijn jullie de eerste hier in het dorp. Volgens mij ook. Ja, dus we voelen ons vereerd. Ja. En wie weet wat er nog komt. Ja. Succes. Dankjewel. Gaat lukken.